En dan gaan we terug naar de Europa Cup en in dit geval Europa Cup basketbal. Het betreft de return in de eerste ronde van het toernooi van de landskampioenen tussen Commodore Den Helder en CSKA, de ploeg van het leger. Tenminste, dat was het vroeger. Het eerste duel werd gewonnen door de Russen met 95-94. En vanavond in Den Helder de tweede wedstrijd. De Heldenaren spelen in het blauw. De Russen in simpel wit, zonder iets erop. Vroeger was dat mooi rood met CSKA en een merkje. Maar de Russen zijn de Russen niet meer. Er speelt geen international van enige naam nog. Maar toch, met 1 punt gewonnen daar in Moskou, waar het somber was. Nou is de verlichting in de nieuwe sporthal van de Heldenaren ook niet je dat. En het wordt hier 29-29. In de eerste helft, waarin deze Amerikaan, Cooper, soms aardige dingen liet zien. En de topscorer van verleden week, Okkertevelde, die er toen 29 inkegelde, hier balverlies leidt. Die Russen zijn nog niet zo beroerd. Ze zijn niet vaardig, maar dit lukt ze dan weer wel. Dat is ook niet zo moeilijk, want die maken we allemaal nog wel. Maxim Astanine heette de man die de Russen op voorsprong bracht. En dat deed het publiek in Den Helder toch al niet zo heel veel opgekomen zwijgen. Het ziet er ook wat somber uit. Het zou ook Moskou kunnen zijn, zou je mogen zeggen. Het is een vaardige spelverdeler. Hij was verleden week in Moskou goed. En hij heeft overzicht voor de bal. De 3-punter wordt goed gehanteerd door de heren uit Moskou. En het wordt heel snel 29-36. Dat was Jeremin, die vroeger international was. En nu nog officier in het Russische leger is. Hij houdt zich uitsluitend bezig met een ronde grote basketbal. En anders niet. Daarin is niets veranderd. Het afstandsschot lukte zo soms bij CSKA. Maar ze hielden de druk aardig in de wedstrijd. En dat betekent dat de ploeg uit Den Helder daar toch niet goed tegen opgewassen is. Een 3-punter hier van Kees van Grootselaar. Dan wordt het 32 tegen 36. Maar je hoort bij een thuiswedstrijd met een voorsprong te kunnen spelen. En dat zat er vanavond zeker in de eerste helft niet in. Dit is allemaal gefriemel en gepiemel. Cooper gooit hem erin voor 34-38. Tom Boot heeft zijn haarsnit aangepast, gaat zitten en ziet dat zijn ploeg nog altijd met een achterstand speelt. 1 punt uit verliezen, dat is heel draaglijk. Dan moet je dat thuis kunnen ombouwen. Maar als die kerels dan zo blijven schieten, als ze steeds die open bal erin gooien, ja, dan is het een ander verhaal. 34-42 is het hier. En dat ziet er triest uit. Marco de Waard dan. Hij is goed en hij gooit hem erin. Ruststand 37 Den Helder, 42 Moskou. Dat is nog draaglijk, maar dan moet je in de tweede helft wat gaan doen. Henk Pietersen loopt daar wat te duwen. En de Russen, wat doen die? Die gooien die 3 punten er maar steeds in. Ze kregen veel te veel vrijheid. Verdedigen is een woord dat niet in het Nederlandse basketbalboek thuis hoort. Het is vreemd, maar waar. Je mag zo'n man toch gewoon verdedigen als hij bewijst dat hij hem er vandaar inschiet. En dat kunnen die kerels toch wel aardig. Een goede score van Kondratov, die een beste wedstrijd speelde en 18 punten achter zijn naam kreeg. Het wordt 7 punten verschil voor CSKA Moskou. De winnaar van deze partij moet uitspelen tegen Zadar in Kroatië. En wordt dat nou de Nederlandse kampioen of die van de Russen? Maar als deze ballen dan ook nog goed gaan vallen, ja, dan wordt het heel moeilijk. 9 punten voorsprong voor die mannen van CSKA. Barevicic is de man die scoort. De ploeg uit Den Helder viel me niet mee vanavond. Er was even een opleving, zoals hier van Rootselaar. Maar het was geen consistent goed en aanvallend spel. Het ging ook iets te traag. Je moet die kerels onder druk kunnen zetten. Ze zijn toch vaardiger als het op, juist, het schot aankomt. Die man staat zo vrij dat hij eerst naar huis kan bellen en hem dan nog kan maken. En er is niemand van Den Helder die dat dan ziet. Dat kan er bij mij niet in. Het is de eerste ronde van de Europa Cup en je moet goed kunnen verdedigen. Marco de Waard kan goed schieten, dat weten we van hem. En hij hield zijn ploeg dan ook in de race. En hij deed dat met een aantal behoorlijke schoten. Daarbij kwam dat CSKA ook hun verdediging nog aardig intact hield. Een beetje slordig, een beetje zoals ze dat vroeger ook deden, maar toen hadden ze de echte toppers. Hier is Cooper die nog eens een keer weet te scoren. En dan wordt het 67-71, 4 punten verschil. En direct aan de andere kant een score eroverheen van Sergej Antipov, de beste man.